Hallo allemaal. Leuk dat jullie bij mij komen kijken. Ik vind het heel leuk hier om hier te staan, maar ik ben best wel zenuwachtig. Dus sorry als ik te snel ga. We zijn vandaag bij het eerste TED-event in Nieuwegein. En toen ik erachter kwam, werd ik gelijk enthousiast. In eerste instantie dacht ik ga gewoon kijken en plezier hebben. Ik kreeg wel te horen dat we mee mochten doen, in de zin van spreken. En zoals je het waarschijnlijk al raadt, werd ik gelijk enthousiast. Ik wilde meedoen en ik kreeg heel veel ideeën over waarover ik kon gaan spreken. Het onderwerp was helaas al vastgesteld. De Ultimate Lesson. Maar ja, wat is je Ultimate Lesson? Ik kreeg een idee. Helaas verviel het idee op een later moment. En de dag voor de audities voor de sprekers was de diploma-uitreiking van de 6 VWO-klas van 2019. Ik ging daar naartoe. Er kwamen zo'n 60 mensen langs, met ieder een eigen verhaal. Over hoe ze de middelbare school hebben overleefd. En ik zeg niet overleven, want het is wel echt overleven. En niet een beetje kijken hoe het rondgaat. Want je moet je huiswerk maken, 300 woorden per week leren, 4 toetsweken per jaar. En niet te vergeten, je mag je niet verslapen. En dat is voor ons natuurlijk best wel lastig. Ik spreek uit ervaring. Ja, je kan nu wel denken, wat is zo belangrijk aan 6 VWO? Ik zal het je even uitleggen. Die 60 volwassenen, want dat zijn ze ondertussen wel, hebben hard doorgewerkt voor hun diploma. En ze hebben niet opgegeven voordat ze het in handen hadden. En dat inspireerde mij. Want zij zijn mijn voorbeeld. Ik wil daar over 2 jaar ook staan. Wat je misschien wel snapt. De uitreiking liet mij terugdenken aan een ervaring ruim 2,5 jaar geleden. 2 juni 2016. Ik stond die dag om 6 uur 's morgens op. Om vervolgens de berg op te lopen in Frankrijk. Ik heb toen die dag 4000 mensen de berg op geduigd. Ik heb het nu over de Alpe d'Huez. Waar mensen de berg oplopen, oprennen of opfietsen. Ik stond die dag... op de berg voor mijn vader, die in 2008 zelf kanker heeft gehad. En hij had namelijk, ik quote niet mijzelf, het idiote plan om de berg op te fietsen. En dan spreken we niet van 1 keer, nee, hij wou het wel 4 keer doen. Wat een gek. Hij heeft het wel gedaan. Hij is de berg niet 1 keer opgefietst, hij is de berg niet 2 keer opgefietst, hij is de berg wel 5 keer opgefietst. Wat een hele prestatie is, omdat hij naast die kutziekte van een aantal jaar geleden ook nog eens diabetes heeft. Dat klopt. Mijn vader heeft diabetes type 1. Maar rot op met die ziekte. We gaan de berg op. Toen mijn vader de eerste keer de berg op kwam, stonden we beiden te janken. Want hij had het gedaan. Die dag heb ik mijn keel erbij geschreeuwd. Ik was schijnbaar 4 bochten beneden al te horen, maar dat maakt niet uit. Ik schreeuwde naar mensen waar je het doorzettingsvermogen vanaf ziet stralen. Als ik nu aan die dag terugdenk, is het voor mij een hele speciale dag. En ook de eerste dag dat ik het doorzettingsvermogen zo goed verstond. Als je jezelf maar hard genoeg voor inzet, kom je er vanzelf wel. Nu een voorbeeld die jullie allemaal wel kennen, of althans de meeste van jullie. Greta Thunberg. Zij heeft met haar doorzettingsvermogen en eigenwijsheid, die je natuurlijk niet mag vergeten, een revolutie ter been gezet voor het klimaat. Zij heeft niet opgegeven waardoor anderen haar leerden kennen en haar volgden. Wat leidde tot de grootste klimaatstakingen van het jaar in allerlei landen. Ik heb jullie nu 3 verhaaltjes verteld. 6 VWO met een diploma. Mijn vader met zijn diabetes. En Greta Thunberg met haar revolutie. Maar wat is de kern van mijn verhaal? Mijn ultimate lesson is verwerkt in deze verhalen. Ik heb het woord doorzettingsvermogen vaak gebruikt. Want voor mij is de ultimate lesson dat je alles kan bereiken zolang je het wil. Ik hoop dat jullie het met mij eens zijn en dat we kunnen praten over de mensen waar we trots op zijn. Want deze mensen zijn niet alleen mijn inspiratie, maar ook mijn trots. Dank jullie wel.